Gaan slakken te ver? Sammeke heeft laatst enkele slakken geflitst. die kort daarna in een botsing terechtkwamen. De vraag blijft nu: moeten we slakken van de wegen verbannen? Vorig jaar kwamen in België meer dan 500 personen om door verkeersongevallen. en maar liefst wel duizenden slakken, naar ruwe schatting. Maar informatie hierover is moeilijk te vergaren. Vooral in het voor- en najaar zijn verkeersongevallen bij slakken veel voorkomend. In ieder geval heeft Sammeke nu meer informatie. En zal de overheid er hopelijk weldra iets aan doen?